De discussie over de verbetering van het Duitse goederen spoor tussen Ems en Oberhausen van twee naar vier spoorrails moet nieuw leven ingeblazen worden. De Duitse overheid moet zich volgens de Overijsselse statenfracties gaan houden aan eerder gemaakte afspraken. Destijds is het afgesproken, uh, Nederland zou een stuk aanleggen, Duitsland zou van Emmerich naar Oberhausen een deel aanleggen. Nederlandse deel is klaar en uh, de Duitsers die moeten eigenlijk nog beginnen. En we zien alleen maar dat dat gebeurt als de Nederlandse overheden daar heel hard achteraan zitten. De aanleg van een derde en vierde spoorlijn op het traject van Ems naar Oberhausen is van levensbelang voor de leefbaarheid in de steden langs de Overijsselse Twentelijn en de Gelderse IJsselinie. Het is volgens de initiatiefnemers niet uitgesloten dat de Nederlandse overheid samen met de provincies Overijssel en Gelderland gaat meebetalen aan de verbetering van het Duitse goederenspoor. Er zal ontzettend veel werk verricht moeten worden. Er zullen heel veel kosten gemaakt moeten worden als er inderdaad meer goederentreinen over dat spoor uh, gaan komen. Dat is een probleem van het Rijk, maar dat is ook een probleem van de provincies en van de gemeenten.